Hallo? Wie die volgens? Wacht even. Ja. Wat zei u? Bibi volgens. Ah, dat is leuk. Wij staan te zoeken naar een camperplaats. Wij hebben dezelfde camper als jullie. Iets jonger. Oké. Ook van Witoma. Was u net zo? Nee. Oh, we kwamen iemand vandaag aangefietst. Goedemorgen. Hallo. Zet hem even uit. Dus Hans zegt gelijk. Nou. Staan we hier te zoeken naar een camperplaats, de Bosweide. We hebben al tig keer omgereden en we kunnen het niet vinden. Worden we aangehouden door twee mensen. We denken, oh, die gaan ons even helpen. Nee, weet je wat ze zijn? Bibi-volgers. Zij herkenden onze camper en kijken heel graag naar Bibi. Nou, is dat niet leuk? Dan moet je wel even uitstappen, toch? Heerlijk. Nou, Bibi, wat is dat toch? Hè? Wat is dat, lieve? In Marien. Dat is hier vlakbij. Marien, nee, niet ver. Hartstikke leuk. Ja, doe, jullie ook, hè. Prettig dagen. Gaat het komen? Moet ik achter staan of niet? En dat Bibi mijn 15 mag worden? Ja. Daar gaan we wel van uit, hè? En lekker gezond blijven. Zo is het. Toch? Ik wil handen op. Even kijken, schat. Kom maar fietsen aan. Ja. Kijk uit, zeg, kom maar fietsen aan. Ach, je gaat goed. Hoe lang duurt die fietsen? Die is nu weg. Ja, dat zie je. Kijk, nou ben ik rood. Ja, je kunt nog een stuk naar achter hoor. En dan ga ik altijd. Ik denk dat we bij Haarlem door dat het allemaal vol is. Nou moet het goed gaan. Hey, het gaat je goed. Hartstikke bedankt. Hey, doei doei. Doei. Hier hebben we net ontmoet. Oh ja, het is gewoon naar huis, nummer 2. Nou, dit is het. Nou, oké. Rij nou maar een stuk door, rij hier op het raam. Ja, maar zitten onder die bomen. Nou, ik begrijp er nou echt helemaal niks van. Nee, daarom zei ik ook net. Hij zei nu echt rechtsaf. Ja, en nou, dat is misschien niet meer. Misschien bij Landbouw of weet wat dan. Je kunt achter de rijen. Geweldig. Hey, bedankt, hé. We gaan verder. Ja, oké. Hartstikke bedankt. Ja, sterkte met alles. Doei. Doei.
Hij zei, hier een camping. IJzeren paal. Moet je lachen. Kijk ernaast. Wat zei hij? We krijgen bezoek? Nee, het is wel even anderhalve meter. Nee, maar als je op zo'n leeftijd bent. Ja, ze zijn we ook tegen hem. Hij zei, wat ik ga doen? Ik zou misschien de bestoog open. Nou, nou zegt hij weer op 160 meter. Ja, zijn nou maar goed. Nee, dan moet je even kijken. Bestemming aan de rechterkant. Bestemming aan de rechterkant. Nou, daar komen we vandaan. Nou, hier moet het zijn. Nou, het is gewoon daar geweest vroeger. Nee, ze hebben het opnieuw gedaan. Er staat het hier. Hier oprijden. Ja, ik zie het. Kamperen bij de boeren. Nou, het zal altijd wel goed zijn, toch? Oh, daar. Oh, toch wel hier. Ja, kijk, dat hij roept al. En nu staan we op het spikkie. Hier dadelijk linksaf. En dan zijn we er. Kamperen bij de boer. En het is eigenlijk een heel speciaal plekje. Hoi, Betje. Hallo. Ja. Ik dacht dat jullie daar langs kwamen. Ja, waarschijnlijk. Heb ik gemist. Nee. Hi! Zo bekend en toch ken je elkaar niet. Ja, nou, wat raar, hè? Ik zeg helemaal gewoon, ik zeg nou, daar gaan we echt helemaal gewoon. Ik ken het brutaal. Nou, jullie hebben ze al aanzien komen op de fiets natuurlijk. En ik had ook een berichtje geschreven. Als je heel lief bent, dan is er ook een pilsje. Nou, we kennen ze alleen maar van YouTube. Maar echt, Proost. Zoals die op YouTube is, en Mago, zo zijn ze ook in het echt. Ik vind het gewoon geweldig. En dan moet ik eerlijk zeggen dat jullie hier zijn. Ik vind het knotsgezellig even. Okay, nou, hartstikke mooi. Wij ook. Ja. Ach, ik vergeet hele John, die zit er met een leeg glas. Van de AA. Ja, maar ik had hem wel gevraagd hoor. Jongens, zo jongens. Camper Travel Bobbles. Ja. Dan zien jullie ook eens een keertje hoe ze lekker met hun camper voor... Engel neemt op en ik neem op. We gaan weer weg. We hebben het ontzettend gezellig gehad. En we gaan elkaar vast nog wel een keer weer zien. We zien elkaar terug op YouTube. En abonneren, hè. Ja. Notificatie belletje. En weet je wat ik ook leuk vind? Een reactie. Ja, een reactie is echt... Ja, dat vind ik ook, hoor. Dan kun je lekker op reageren. De mensen even wegwijs maken. Zeker weten. Nou, dag. Dag, doei doei! Doeg. Dag Bibi! Ga ze weer weg, lieverd! Okay, nou, tot de volgende keer! Nou, nog heel veel vakantieplezier, hè? En kijk eens wat Engel en Mago nog voor ons mee hadden gebracht. Een handboek voor de camperaar. Dus die gaan wij even doornemen. Kijk, dat is zo mooi. Dat is toch geen seksbedrog als je daarin loopt, of niet? Ik ga kijken. Het is net of er iemand staat. Komt er nou aanlopen? En ik dacht dat de achterkant van een koe was. Krijg nou wat, het is onze buurman. John. En de koeien grazen gewoon door.
John zit nog buiten met een sigaretje. En ook trekt de mist een beetje naar de camper toe. Het gaat dus een koudere nacht worden. Hier kan het toilet geleegd worden. Verschillende afvalbakken. Alles een beetje gescheiden houden. En dan lopen we hier binnen. 1,5 meter afstand. Waar je afwas gedaan kan worden. Gewassen. Centrifuge. Een informatietafel. Informatie over de camping, etc. Oh. Dit zijn de prijzen. En dan kom je bij de toiletten uit. 2 wastafels. Keurige toiletten. Ze hebben doekjes klaar liggen. Schoonmaakmiddelen. En elk doekje wat je gebruikt. Doe je in deze emmer. En zijn ze op. Dan liggen hier schone doekjes. Of in het aanrechtkastje. En dan gaan we even naar de douche. Hele ruime douche. Warm water. En dan gebruik eventjes weer droog maken. Twee toiletten. En 2 douches. Deze is ietsjes kleiner. Zonder wasbak. En hier is een aparte stelling voor de fietsen. Met een stopcontact dat je ze ook kunt opladen. Zandbakje voor de kinderen. En mooie speeltoestellen. Loop ik hier overal te zoeken waar we ons water kunnen aflaten. Of waar we water kunnen innemen. Ik dacht eerst, nou, dat zal dan hier misschien zijn. Dat we de camper dan hier een beetje naartoe moeten rijden. Maar nee, het is hier niet. En dan komen we op ons eigen veldje. De zon schijnt gelukkig weer. We staan nog maar met 2 personen. En wij gaan zo weg. Wilde ik dit kleine bloemetje even filmen, wat ik nu dus ook doe. En ik dacht echt dat het echt was. Ik denk, oh, dat heeft ze hier aan de kant geplukt. Want er zijn hier zulke mooie natuurlijke bloemen aan de kant. Is het kunst? Nou, ben ik weer mooi ingetrapt.